meedenken helpt dus echt. En daarom zijn we er ook vanavond weer live. U kunt meteen de politie helpen als u 0800 6070 belt met uw informatie. En om te beginnen hopen we van u te horen wie er eind december een lang bloedspoor achterliet in Schiedam. Op zaterdag 28 december komt er op de meldkamer van de politie een seintje binnen. Er zouden schoten zijn gehoord in de omgeving van de Boomgaardstraat in Schiedam. In de buurt waar de knallen zijn gehoord, staat de voordeur bij een huis open. Binnen ligt een zwaargewonde man. Ondanks snelle inzet van hulpdiensten die het leven van de man proberen te redden, mag de hulp niet meer baten. De overleden man is een 26-jarige inwoner van Rijswijk. Vorige week dinsdag werd de 41-jarige bewoner van dat bewuste huis aangehouden. Maar daarmee is de zaak niet opgelost. Want mevrouw Kool, wat is er aan de hand? Nou, eerst gezien dat er 3 mensen zijn weggelopen nadat de schoten zijn gehoord daar in Schiedam. Mijn collega's vonden een bloedspoor tot 400 meter verderop. Op basis daarvan hebben we een vluchtroute kunnen ontdekken. En zijn we bewakingsbeelden uit gaan kijken. En die beelden met daarop 3 verdachten willen we vandaag aan de kijkers laten zien. En 1 van de personen op de volgende beelden zou dus 28 december behoorlijk gewond kunnen zijn geraakt. Het gaat om deze 2 mannen en een vrouw die rond 7:30 langs de kerk lopen en dan richting de Grote Markt oversteken. Even later komen ze weer in beeld aan de Ooievaarsteeg, vlakbij de Schie. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en vermoedt dat hij 1 van deze personen is op de beelden. De politie wil dringend weten wie de andere 2 zijn. Het onderzoeksteam vermoedt dat de 3 mogelijk zijn opgepikt daar aan de Ooievaarsteeg door deze auto. Wie heeft gezien of weet wie er bij deze auto die avond achter het stuur zat? Wanneer hij rond 7:50 hier keert, is te zien dat de ruiten achter geblindeerd zijn. De auto keert hier dus, een klein half uur nadat we de verdachten zagen lopen. Dit is de route die de 3 verdachten die zaterdag 28 december waarschijnlijk hebben gelopen vanaf de Boomgaardstraat, waar het slachtoffer werd gedood, tot aan de Ooievaarsteeg, waar ze mogelijk zijn opgepikt. Er waren die avond in het centrum van Schiedam best wat voorbijgangers en uitgaanspubliek op de been. Het was nog midden in de kerstvakantie. Was u tussen 7 en 8 uur 's avonds in het gebied dat we net toonden? Graaf dan in uw geheugen of u zich deze personen kunt herinneren. Misschien wel omdat een van hen gewond leek of omdat ze opvallend gedrag vertoonden. Dus zag u deze mensen of weet u wie het zijn? Bel alsjeblieft 0800 6070, want uw informatie is mogelijk cruciaal om de dood van een 26-jarige man op te lossen. De beelden staan vanaf nu op onze site en onze Facebookpagina. Deel ze alsjeblieft. En heeft u mogelijk meer of andere kennis en weet u misschien waarom er is geschoten? U kunt ook vertrouwelijk praten met het team Nationale Inlichtingen.